Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik ga me vandaag sowieso scheren. Alleen voordat ik dat ga doen, ik vind het zo jammer. Ik moet jullie wat mededelen. In totaal gaan we met 6 mensen op wintersport. Maar gisteravond kreeg ik een appje met een foto. En die foto die ziet er als volgt uit. Nou, hier zie je dus Nathan. Ik moet een beetje wakker worden. Maar hier zie je dus Nathan, oftewel Acid. En de laatste keer dat wij een rondleiding van hem kregen in Braga, toen hadden we zoveel gelachen en zeiden we tegen elkaar, we gaan vaker chillen, we gaan vaker dingen doen. Dus nu gaan we op windsport. Dus dacht ik, hoe vet is het om gewoon Nathan te vragen? Dus die had ik gevraagd en hij was helemaal lijp, hyped, enthousiast. Schreeuw aan de telefoon als ik me kan herinneren. Zo blij was hij. En het mooie aan dit verhaal is, dat vind ik nog steeds super bijzonder eigenlijk. Dat vind ik ook echt heel erg vet. Sorry dat ik het je ga aandoen, Nathan. Maar dit is dus serieus een foto van Nathan ook. Dit is gewoon een foto van vroeger met zijn knolpower hoodie aan. Kom op Enzo, niet zoveel grappen. Dus Nathan die is al bijna vanaf dag 1 fan. Dat is echt absurd. En ik ben echt super trots op hem als ik kijk naar hoe groot de YouTuber hij nu is geworden. En wat hij allemaal doet. Het is echt super knap. Dus dat vind ik echt heel erg tof. Maar nu heb ik dus een foto gekregen van hem. Dat hij zijn voorhoofd kapot heeft. En ik heb aan hem gevraagd of hij nogal mee kan op wintersport. Waarop hij dus reageerde, ik kan geen helm aandoen. Dus toen dacht ik echt, damn. Hij kan geen helm opdoen. Hij hoopt wel dat het een cool litteken gaat zijn, zegt hij. Maar hij baalt heel erg hard. Ja, en wij natuurlijk ook. Dat is gewoon jammer. Dus balen. Ik ben dus bang dat hij niet mee kan. Hey, Myron. Hallo, schatje. Hey, schatje. Hallo. Hallo. Hoe is het? Goed. Hallo. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Oh, heb je lekker geslapen, hoor. Nou goed, in ieder geval, ik ga dus eventjes Nathan bellen. Oeh, inderdaad. Ja, want stel voor, hij kan echt serieus niet mee. Want hij zei dat hij geen helm op kan. Echt? Ja, dus anders dan moeten we iemand anders nog even meevragen. Oh, daar was ik al zo benieuwd naar of je hem al gesproken had. Maar hij is al wakker dus. Ja, hij ging om 9:00 ochtends de trein nemen naar huis. Oh shit. En dat ongeluk met zijn hoofd is dus gebeurd in een zwembad in Londen. En hij zei dat hij vanochtend weer de trein zou nemen naar zijn huis. En dan zou hij vanmiddag de trein nemen naar hier. Is momenteel niet beschikbaar. Oh, hij is niet bereikbaar. Beschikbaar. Yo, Nathan, good morning man. Ik hoop dat je even een beetje rust hebt kunnen pakken afgelopen nacht. En dat je lekker hebt kunnen slapen. Ja, ik hoop natuurlijk voor jou dat alles goed gaat. Ik hoop dat je mee kan op windsport. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat je hoofd nog in orde is. En dat je niet al te veel last daarvan gaat krijgen, ook in de toekomst. Dus dat is het belangrijkste. Dus windsport staat op 2. Maar op nummer 1 is natuurlijk hoe is het met jou. Dus laat even weten hoe het gaat. En dan hoor ik wel van je, man. Ik ben gewoon bereikbaar vandaag. Ja, want we kunnen met z'n allen natuurlijk wel balen dat hij niet meegaat. Maar gezondheid is gewoon super belangrijk. Dus als het beter voor hem is om niet mee te gaan. Omdat het misschien eventueel gevaarlijk is als hij nu weer op zijn hoofd keihard valt. Dan moet je natuurlijk niet meegaan. Hoe vervelend dat ook is. Zo, ik blijf maar gapen. Nou goed, het is in ieder geval tijd om op te staan. Ik had het nogal laat gemaakt de afgelopen nacht. Myron laat haar telefoon vallen. En Myron die had vanochtend al eventjes wat opgenomen met een nieuwe woning. Een sportvideo, dus die was weer hardcore bezig. Maar ik sliep echt gewoon 3 uur later of zo naar Myron. Dus ik dacht ik ga toch even iets later uit bed. En nu is het dus 10:15, dus dat is helemaal prima. Maar ja, het is zondag, dus. Hè. Maar we gaan uit bed. Het is mooi geweest. Let's go. Hallo, hallo. Good morning. Hoi. Alles goed? Ja, met jou. Nice, goed. Mooi zo. Dus, jullie hebben de eerste keer al samen gesport. Ja. En nu ga ik mee. Ja. Als je het niet erg vindt. Nee hoor. Nou ja, als je... En zo gaat geen benen trainen hoor. Oh. Dus, ik heb al benen getraind en we gaan op windsport. Dus ik zei, ik ga niet benen trainen. Ik ben ook geen coach. Ik ben alleen om te helpen met filmen. Oh. Voor de rest niks. Dus that's it. Nou, jullie gaan vanavond hè? Of morgen? Ja, we gaan vannacht weg. Ja. Zo lekker. Ja, echt super.
Even een kleine rewind naar, I don't know, vorige week of zo. Was wel geinig. Toen zei Marion in één keer van, ik ga sporten. Ik zei, oké. Okay. Ja, ik wil met Jala sporten. Ik zei, oh, die zag ik niet aankomen. Dus toen, oké, nou, leuk, veel plezier. Dus toen waren zij samen gaan sporten. En nu vroeg Marion of ik mee wilde gaan om even te ontbijten en te sporten. En toen dacht ik van, ja, Pim is er niet bij. Maar dan zijn we even met z'n drieën en dan kan ik Marion nog even helpen filmen hier en daar. Dus gaan we met z'n drieën nog even sporten en ga ik dus inderdaad benen skippen omdat we op windsport gaan. En ik heb geen zin om met knikkende knieën op de piste te staan. Dus dat. En het is gewoon even geinig om jou een keer in het echt te zien. Omdat, ja. Jou in het echt te zien. Wow. Die hoor je ook altijd wel, hè? Ja. Nu een keer van Enzo. Ja, is wel ja. zo. Ja. Nee, ik heb je inderdaad nog nooit gezien volgens mij. Nee, we hebben elkaar nog nooit gezien. Maar dat komt gewoon omdat mijn kijkers weten dat ook. Dat ik ga nooit echt naar al die grote dingen toe en zo. Dat snap ik ook wel. En volgens mij ben jij er wel eens regelmatig geweest. Ja, tegenwoordig ook niet meer hoor. Oké, okay, dus daar hebben we elkaar inderdaad nooit gezien. Maar wij hebben wel eigenlijk een soort van... Ik wist het weer. Oké, okay, maar ik weet niet of ik het verder ga opgooien, maar er is... Oh, je mag het van mij, er staat al zoveel online, dit kan er ook nog wel bij. Nee, daar wil ik het ook absoluut niet opgooien, maar het is iets leuks. Het is geen drama, het is geen... Het is schattig. Het is heel schattig, ja, vind ik wel, ja. Dus ik ga straks even, ga ik het denk ik even bijhalen, maar ik moet even... Ik ga het niet opgooien, ik ga straks even bijhalen. Nee, maar ik ga straks off-camera ook vragen of je het oké vindt. Oké, nou we gaan in ieder geval eerst even ontbijten hier. Dames en heren, je ziet het rechtsonder. Ongelooflijk wat ik hier heb gepresteerd op de zondagochtend. Het is niet normaal. Hoeveel punten heb jij? 99. Hoeveel punten heb jij? 70. Oh my god. Oh my god. Dames en heren, de nummer 1 gaat naar... Marion! Maar dan? Ja. Maar dan? Jij bent de nummer 2. Ik ben met zo... punten, denk je? Ik ben zo... Je hebt het al gezien? Ja, ik zag het. Ik ben zo opgelucht. Ik ben zo opgelucht dat ik in ieder geval niet onderga door twee dames. Maar check het verschil. Eén puntje. En ja, dat zei al het begin. Ja, doe maar na. Ja, ik heb het uit mijn hoofd gedaan, dat is wel waar. Dus je mag het met rekenmachine natellen. Maar ja, dat zei al het begin van, ja, ik heb ooit een keer, of vorige week ja, of zo. 147. 147. En nu had ze 70, dus. Ja. En ik 71. Oh, yeah. Yes, let's go. Maar hoe dan? Jij ging echt heel goed. Ja, ik weet het ook niet. Ik snap niet hoe Marion in één keer heeft gewonnen. Ja, maar het is wel verdiend. Bedankt. Ik raag het jullie aan, ja? Ja, maar ik weet niet waar we moeten. Maar ik wel. Oh ja. Oké, let's go dames en heren. We hebben even lekker wat gedronken, even een gembertheetje, even een spelletje gespeeld. En het is verdomde koud buiten zonder jas. Dus ik duik snel de auto in en dan ga ik even Nathan weer bellen. Die ga ik gewoon stalken vandaag, want ik wil weten, gaat hij mee of niet? Ja, en natuurlijk hoe het met hem gaat, zoals ik al zei. Damn, Nathan neemt niet op. Beetje moeilijk te bereiken, maar ik snap het wel gezien zijn situatie en dat hij vanuit Londen moet komen terug naar België. Maar ik blijf hem gewoon bellen en stalken vandaag. En dan komen we er later wel achter. Maar ik moet natuurlijk wel realistisch blijven. Dus ik ga eventjes iemand bellen en vragen of die mee kan op wintersport. Maar dat het nog niet helemaal zeker is. Want ja, we gaan vannacht weg. En stel voor, ik krijg pas laat vanavond te horen dat hij niet mee kan. Ja, dan kan ik natuurlijk nooit meer een zesde persoon meekrijgen. En dat zou zonde zijn, want we hebben wintersport geregeld voor 6 mensen. Dus ja, moet toch even het plannetje een beetje aanpassen. Dus ik ga bellen. Nice car, what do you do for a living? Ja, thanks. Ik weet eigenlijk ook niet. Oké, ik heb heel even de muziek uitgezet, dus het klinkt misschien een beetje dood. Maar anders dan krijg ik problemen met mijn video. Maar, nu sta ik hier voor de spiegel en zit ik dus echt even goed na te denken van ja, Enzo, wat doe jij eigenlijk als jouw trainer er niet is? Nou, dat weet ik niet, want ik train nooit zonder trainer. Dus ik ga echt de meest random dingen door elkaar doen, denk ik. Maar ik ga sowieso beginnen met één van mijn favoriete buikspieroefeningen. En dat is op dit apparaat, zal wel even laten zien.
Lekker. Yes. Dit ziet echt dom uit. Maar hetzelfde effect, alleen houdt het gewoon minder fijn vast. Zit ik straks op drie keer in de. Zo. Oké, dames en heren, sporten komt een beetje aan zijn einde. Ik weet dat het niet voor iedereen namelijk een favoriet moment is van de vlog. En ik hoop dat ik weer een paar mensen van jullie motiveer. Dus Marion die is net klaar met het setje. Ja, dan maakt hier haar setje af. En dan is het bijna klaar, geloof ik. Ja, de laatste. Nice. Ik wil eigenlijk niet. Je moet. Echt waar, ik heb het ook gedaan. Tot later. Maar ik moet nog twee keer, als het erg. Oh. Zoals ik al zei, het was eigenlijk helemaal niet de bedoeling om te gaan trainen, maar Marion vroeg me mee en wat ben ik blij dat ik ja heb gezegd, want dit was echt een heerlijke workout en ik ben extra trots op mezelf omdat ik het dan heb gedaan. Dus dat is wel echt super fijn. We zijn nu even onderweg naar de nieuwe woning en het nieuwe nummer van Ed Sheeran. Jeetje, F64 heet die. Het is niet normaal. Dat nummer is zo ontzettend goed. Dus als je nog op zoek bent naar een nieuw nummertje, misschien een nieuw favoriet nummertje omdat je andere nummers zat bent, omdat je die al te vaak hebt geluisterd. En dat is ook de kunst nu bij dit nummer van Ed Sheeran. Ik ga hem waarschijnlijk veel te veel luisteren, waardoor ik na een week zoiets heb van, ja, ik heb hem heel veel geluisterd. En misschien al te veel. Maar het is zo'n lekker nummertje. Dus check dat nummertje even als ik jou was. Het is echt een hele goede vibe. Ongelooflijk. Dus ik zit helemaal lekker in mijn vel, lekker te rijden. En ja, vannacht gaat het gebeuren daar. Dames en heren, we gaan op wintersport. Let's go! Wow. Zoveel zin in, niet normaal. We hebben ook gewoon alles bijna al klaar, dus dat is echt, echt top voorbereiding. Ja! Ik wist het, hè? Ik wist het gewoon. Hoor jij het cameraknopje niet? Nee. Oh. Wat wil je? Wil je wat vragen? Nee, de studio, ja, is goed. Oké, ik ben thuisgebracht door Jade. Marion die is even voor KP Active nog wat video's aan het opnemen in een nieuwe woning. En ik moest opnemen. Ik ga namelijk weer een gamevideo opnemen. Dus ik moest naar huis. En Jade is zo lief om mij even heen te brengen. Maar daar zit wel wat aan vast. Daar zit wel wat aan vast. Ja. Het ging niet zonder. Toen Marion zei dat ze met jou ging afspreken om te sporten. Toen zei ik tegen Marion van, weet je dat ik ooit een DM heb gekregen van Jade? En toen zei Marion echt. Dus toen ging ik dat weer terugkijken. Ja. Het bizarre is dat ik nooit wist dat jij dat was, zeg maar. In de zin van, toen had ik geen idee dat jij dat was. Omdat toen begon jij, zeg maar. Jij zat maar op... toen ik dat stuurde, bedoel je? Ja, wacht, ik pak het wel gewoon erbij. Als jij het oké vindt, hè? Ja, nee, ja. Even checken. Het is grappig, want ik krijg wel eens vaker DM's van mensen en zo. Die dan, zeg maar, nu bekend zijn in het wereldje en zo. Of dat nou een man is of een vrouw. En ik denk dat ook heel veel mensen die niet weten dat ik dat weer terug kan lezen. Maar soms verwijderen mensen wel eens wat. Maar soms kan je het ook niet meer verwijderen. Nee. En ik weet niet of jij het niet meer kon verwijderen of dat je dacht ik van, dacht, ja. Ik dacht, weet je. Het is gewoon wat het is. Het is wat het is, ja. Oké. Nou, in ieder maar geval. Maar ik ben ook benieuwd wat. Oh, het zijn volgens mij twee dingen, of niet? Nou, dit is uit 2016. Besef, dus. Toen was ik? 6 jaar geleden. 12 jaar. Besef, ja, was je 12 jaar. 2016. Hey Enzo, ik heb een vraagje. Waarschijnlijk ben ik de 100.000ste, maar ik ga hem je toch stellen. Ik, Jade, meisje van 11, blogger, moet van mijn juf een werkstuk maken over bloggen en vloggen. Omdat dat echt mijn ding is. Nu wil ik als laatste hoofdstuk heel 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 graag een interview met jou maken. Dit hoeft natuurlijk niet live, mag wel. Maar als ik jou de vragen stuur via mail, zou je ze dan voor mij willen antwoorden? Dat was mijn vraag. Ik hoop heel snel antwoord te krijgen. Xoxo, Jade. Ja. Heb je ooit reactie van mij gehad? Nee. Nee. Maar weet je, kijk, nu besef ik zelf hoe vaak je deze vraag krijgt. Ja, omdat je zelf in dat wereldje zit nu. Ja, en toen had ik geen flauw benul. Nou ja, ik zei het wel. Je krijgt deze vragen 100.000 keer. Je had wel enig inschatting gemaakt, ja. Inderdaad. Als 11-jarige, dat is knap. Ja, ik heb je nooit reactie teruggegeven. Helaas, de spreekbeurt is nooit afgemaakt. Maar, nu komt het volgende. Maar dit vind ik echt mooi. Nou, ik niet. Dit vind ik echt goud. Moest jij niet... Bijna. Toen had ik een giveaway. Ik had een winactie. Ik weet niet waarvoor de winactie was. Volgens mij was de winactie serieus een Knolpower crewneck.
En dan stond Knol Power No Game Without Pain. En die wilde jij dus winnen. Ja, ik deed daar alles aan. Dus jij hebt een post en die staat nog steeds op jouw Instagram. Nee. Ja, 4 mei 2016. En die heeft 575 likes. En daar staat dus... Nou, er wordt best veel geliked. Nog, ja, ik zal hem ook even liken. Ja. Ik doe mee met de giveaway. Ik heb mijn best gedaan. En dit is de edit die jij hebt gemaakt. Eerlijk? Voor een 11-jarige is dit een clean edit. Ja, hè? Ik bedoel, ik heb jou... je hebt mij laten hangen aan mijn piece. Ja. Dit is best creatief. Heb je dit zelf gemaakt? Ja. Oké. En ik dacht dan, ja, jij hing daar. Ik denk, nou, dan doe ik... Ja. Aan de piece. Ja. Goed, dus dat. Dus daar had ze aan meegedaan. Toen snapte ik er helemaal niks meer van. Toen raakte Jade compleet de weg kwijt. Maar echt compleet. Ja. Want 4 jaar later, toen was je dus 15. Toen kwam ik er dus achter, omdat jij, toen jij 15 was, werd jij wat groter in het wereldje en zo, toch? Ja, denk ik. Best wel, ja, verder gaan ermee. Want wanneer was een beetje de leeftijd dat je, zeg maar, soort van werd opgepakt door iedereen? Dat van, oh mijn god, Jade. Ja, ik denk dat het 15, 16 was. Ja, zoiets, toch? Dus toen... Maar dit voelde als de dag van gisteren dat jij dit berichtje hebt gestuurd. Want echt? Ik weet dit nog zo goed, want ik snapte er niks van. Dus toen zag ik dus ooit jou ergens voorbij komen. En toen ging ik dus naar je Instagram. Toen klikte ik op bericht, wat ik wel eens vaker doe bij bekende mensen. Dan denk ik, oh, ik ben wel nieuwsgierig of ze ooit iets hebben getagd met mij erin of wat dan ook. Dus ik klikte op bericht en toen zag ik van, oh mijn god, ze heeft ooit een mij willen interviewen. Ja. Dus toen dacht ik van, ja, weet je, ze heeft ook meegedaan aan de giveaway. Misschien is het leuk om haar te feliciteren dat ze heeft gewonnen. Dus ik stuurde, hey Jade, gefeliciteerd, je hebt de giveaway gewonnen. En toen ging het compleet helemaal raar. Want ze zei, ik heb iets gemist, denk ik. Met zo'n smiley van, what the fuck is dit? En toen zei ik, nee, ik heb iets gemist. Super schattig van je namelijk, check. Dus toen stuurde ik naar haar van dat ze mee had gedaan met de giveaway. Dus toen zei ik van, ik kwam je tegen of verkennen. Heel eerlijk, klikte op je DM, zag toen dit. Oh mijn god, 4 jaar geleden. Ja, tijd gaat snel. En toen, ja, dat was het. Ja, en ik kreeg echt jouw DM en ik dacht, giveaway, heb ik in mijn onbewustzijn meegedaan aan een giveaway of zo? Ik snapte er helemaal niks van. Dus dat is zeg maar het verhaal. Moet je wel aan... zeggen, ik heb nooit die trui gewonnen. Nee, klopt. Dus misschien zijn er wat dingen die we moeten updaten, want jij volgt mij en ik jou niet. En bizar. Hoe het leven kan gaan. Dat is bizar. Ja. En dit is wel. Ja, ik vind het gewoon grappig. Ik vind het gewoon leuk ook om mensen mee te geven dat dit gebeurd is. Met jouw toestemming uiteraard. Ja, met mijn toestemming. Maar hoe dat ook kan gaan, ik denk dat het is ook wel mooi. Er zijn natuurlijk genoeg mensen die spreekbeurt doen tegenwoordig over vloggers of bloggers of influencers. En je hebt het gewoon geflikt. Ja, maar zoals ik al zei, ik was toen al bezig. Ja. Want bizar. Daar was ik dus al aan het bloggen en aan het vloggen. Echt toen bizar. Toen ik 11 was. En kijk je nu eens zitten. Ja, raar hè? Dat is echt bizar. Dat gaat precies goed. Kijk je nu eens zitten in je auto die nu een kras heeft. Ja, ja, bijna, bijna. Lukt hij wel. Laat hem heel. Ja, nice. Nee, maar inderdaad. Niet opgeven. Ja, inderdaad. Helemaal. Nou, geinig. Leuk. Ik vind het gek hoe het leven kan lopen. En dat we hier nu, dat ik bij jou in de auto zit. Vind ik echt... Echt. Jij bij mij in de auto. Ja, ik vind het bizar. Ik vind het apart hoe het leven kan lopen. Ik had het niet verwacht. Ik ook niet. Ik denk dat ook heel veel mensen denken, wat de fuck gebeurt hier? Nou, ik weet het eigenlijk wel zeker. Ja, Jade en Enzo in een auto. Myron en Jade samen. Wij met z'n drieën sporten. Ik snap het ook niks van. Ik snap het ook niet. Nee. Ik wist het ook tot vanochtend niet dat ik jou zou zien. Ah, oké. Okay. Of wist jij het wel al? Nee, Myron die zei dat expres. Want die zei van, ja, want Jade die kijkt nog steeds wel eens jouw dingen. Misschien is ze dan zenuwachtig. Ja. Nee, absoluut niet. Ik was niet. Ook echt super zenuwachtig. Nee, nooit. Myron vroeg gewoon heel lief of ik mee wilde. En ik zei van, ja, is goed. Ze was bang dat ik te lang in bed zou liggen of zo. Ik weet het niet. Oh, ze heeft jij het bed getrommeld? Ja, letterlijk. Dat hebben jullie gezien. Letterlijk. Oh, oké, goed. Thanks voor de lift. Geen probleem. Leuk om je een keer oprecht in het echt te zien. Ja, veel plezier wintersport. Dankjewel. Niet spreken, alsjeblieft. Ik ga mijn best doen. Anders kunnen we niet meer sporten. Nee. Volgende keer sport je wel mee. Want nu ging je... Nu ging ik wel een beetje pushy doen en bovenlichaam trainen en jullie je benen. Maar de volgende keer doe ik mee met benen. Dat komt helemaal goed. Als je niet de wintersport hoeft. Ja. En oprecht leuk om je een keer in het echt te zien. Want... Want toen je 11 was, kon dat niet. Ja, weet ik veel wat ik moet zeggen. Ik vond het ook heel gezellig. Oprecht. En als je ooit nog een spreekwoord gaat maken, ik reageer nu wel. Ja. Stuur me een DM of stuur Myron een berichtje en dan krijg je antwoord. Ja. En, zal ik wat vragen alvast even opschrijven? Ja, maak een lijstje. En als allerlaatste, die trui komt ooit wel goed hoor. Ja? Ja, 100%. Ach. Dat ga ik regelen. Niet meer die vroegere van Knolpower No Game. Maar daar deed ik het voor. Oké, dan moet ik echt goed in mijn schuur kijken of er nog ergens eentje ligt in maatje S of zo. Is goed. Oké, thanks. Ik vond het leuk. Ja, ciao, ciao. Bye, bye. Doei. Fijne dag nog. Dankjewel. Jij ook? Ja, dankjewel. Zo, we zijn weer thuis. En ik ga meteen aan de slag. De computer aanknallen. En go, go, go.
Zo, dames en heren. We gaan eerst even snel wat drinken pakken en wat eten. Ik heb zoveel motivatie omdat ik gewoon lekker heb gesport. En ik heb geen idee van wanneer deze limonade is, maar... Even een update over het vogelhuisje. Ik heb dus nieuw voer geplaatst, maar nog geen vogels gespot. Helaas. Ik hoop dat het nog gaat gebeuren, want er ligt gewoon echt super lekker eten. En ik hoor altijd genoeg vogels hier. Maar op een of andere manier komen ze niet, alsof ze bang zijn voor het vogelhuisje. Ik snap er echt helemaal niks van. Maar goed, nog even snel een broodje smeren. En jullie weten allemaal wat voor broodje dat gaat zijn, dames en heren. We zijn zo lekker normaal gebleven. Broodje choco pasta. Bolletje choco pasta, nog beter eigenlijk. Damn, dit is echt genieten. En dan nog even een nummertje erbij. Deze is ook echt zo goed. Van Miss Jackson. From the start, love. How you learn? They never taught love. You keep it peaceful and equal. I'm used to wars, love, hard love. I'm used to drama. Got a list of bad exes, plus I got a baby mama. Damn. Let's go. Ik heb er zin in, dames en heren. We gaan even lekker een opname doen. En dan nu even alle lichten aanzetten. Boom. Clean. Ik moet heel even wachten totdat die joint en mijn potje kunnen beginnen. Maar in de tussentijd weet ik wel wat ik ga luisteren. Oké, okay, cool. Ja, die oldschool vibes. Bij die oldschool vibes zit eigenlijk wel een Victory Royale. Maar we kunnen niks beloven, want we zijn nog niet zo goed op elkaar ingespeeld als toen. Want we hebben nog niet zo heel veel gespeeld. Maar dat is een avontuur wat we weer gaan starten. Let's go! Holy shit, gast! Maat, weet je wat ziek is van dit? Ik had dus al eerlijk gezegd verwacht dat we een Victory Royale zouden halen. Dus ik denk, ik zet de vlogcamera aan en dan... Ja, ik zweer het je. Het staat er gewoon op, dames en heren. Jullie zien het. Ik had al zo'n voorgevoel. Daarom zette ik die vlogcamera klaar. Maar we hebben echt een zieke video opgenomen. Niet normaal. Boom! Oké, terug naar de wintersportvoorbereiding, dames en heren. Hier in de hal zien jullie staan. Tas met thermokleding, tas met eten en drinken. Daar ook nog snowboardschoenen. We hebben hier de helm, wat andere spullen, kleren. Vuilniszak die ik nog even moet weggooien. Eten, drinken, koekjes. Ja, dat ga ik even allemaal naar de auto brengen. Zo, hoppakee, lekker hoor. Wintersport, let's go! Ik moet het even passend maken, laat ik het zo zeggen. Ik wil dus heel erg graag deze meenemen. Maar Marvin zei van ja, weet je, die neemt wel echt heel veel ruimte in beslag. Dus ik ga eerst deze niet meenemen. En dan ga ik nu even de auto een beetje indelen. En dan kan ik inschatten of ik hem mee kan nemen of niet. Maar het leek mij wel vet om gewoon ergens daar in de sneeuw met dit ding er doorheen te panjeren. Maar goed, voor nu nog even niet. We hebben sowieso nog twee skateboards of snowboards die mee moeten. Het scheelt in ieder geval dat we deze niet in mijn auto meenemen. Mijn auto van Lars, die is net even wat praktischer. Dus, maar ja, moet ze niet vergeten, dus ik zet ze alvast klaar. Ja hoor, ik heb hem. Dit ding is zo brute. Wauw. Het geluid ook gewoon. Ik ga nog één keer hard hier langs laten komen. Dan stop ik ermee.
Holy moly. Bizar. Echt bizar. Ja, goed. Je kan je voorstellen dat het natuurlijk super leuk is om met deze door het sneeuw te baggeren. Ik ga hem in ieder geval hier erop zetten. Oh. Het is wel zo dat we met 2 auto's gaan, 6 personen. Ja, dit is een 4-persoonsauto. Die andere auto van Lars is ook een 4-persoonsauto. Dus dat betekent dat we ook een stoel over hebben voor bagage. Dus dat is wel heel chill. Nou, voor nu laat ik hem wel zo staan. Maar we kijken nog wel even wat er allemaal bij komt. Maar dit werkt in ieder geval nog. Top. Ruim ik deze weer op. En dan, dames en heren, heb ik hier nog iets anders wat we mee gaan nemen. Ik heb hier de schaatsen van Myron. En ik heb hier in deze handdoek mijn schaatsen zitten. En die gaan we meenemen. Want het kan maar zo zijn dat ik gebeld word. Jeetje mina. Het kan maar zo zijn dat we ergens een plek tegenkomen. Of dat we specifiek nog naar een supergroot meer gaan waar we kunnen schaatsen. Het zou natuurlijk fantastisch zijn. Tussen de bergen, een supergroot meer. Dus, wat heb ik hier? Mijn schaatsen. En die gaan we dus meenemen. En ik ben super blij dat ik nu al de tijd heb om de auto alvast zoveel mogelijk in te pakken. Want dan kan je nog de rest van de avond even nadenken van oké, ben ik niet iets vergeten? Telefoonoplader, dat soort simpele dingen. Dus dit ga ik ook nog even in de auto gooien. Nu heb ik hier een grote tas en die ga ik inpakken met allemaal camera gear. Ik heb hier ook een nieuwe camera, een Insta 360 X3. Dat is blijkbaar een nieuwe variant. Dus die heb ik gekocht, die ga ik nu even installeren. Die ziet er zo uit, zo echt een vette camera. Ik had al zo'n 360 camera, maar die is gevallen en die is echt helemaal kapot. Deze is wel zwaar trouwens, deze is echt zwaar. Maar ziet er wel heel erg nice uit. Ik heb er ook meteen een kastje voor omheen gekocht. Ik heb hier allemaal van die plakkers voor je GoPro of andere camera apparatuur. Ik heb me al best goed voorbereid, vind ik. Ik heb hier ook een om mijn pols. Dat is ook wel nice. Als je dan naar beneden aan het snowboarden bent, dan heb je hier een camera op staan. En dan kan je zo... Ja, kan er wel heel erg vet uitzien. Dus die heb ik ook. Ik heb hier ook nog hele lange selfie sticks. Deze zijn 1,14 meter in totaal. Dus dan kan ik lekker van ver kan ik mezelf filmen met snowboarden of iemand anders. Deze zijn allebei 1,14 meter. Dus ik heb 2 goede stokken bij me. Selfie sticks. Ik heb hier in totaal 4 GoPro's. Dat is echt niet normaal. 4 GoPro's die ik mee ga nemen. Eentje is ook super chill. Want die kan ik in mijn mond doen. Zo kan ik op deze manier kan ik lekker filmen. Dan heb ik ook nog een hele goede headset die ik op mijn hoofd kan doen. Die noise cancelling heeft, zodat ik onderweg al aan het werk kan gaan. Maar ook als ik daar ben, dat ik gewoon in de avonduurtjes of in de ochtenduurtjes voordat we op pad gaan kan werken. Ik heb hier een zuignap voor bijvoorbeeld op het raam. Waar camera's op kan plakken. Ik heb hier een... Ja, daar kan je om een paal doen bijvoorbeeld. Stel voor zitten in de skilift. Dan kan je die om de paal doen. Dat is precies hetzelfde als deze. Als ik hieraan ga draaien, dan wordt die grijper groter. Dan kan ik hem om een paal doen. Dan kan ik hem dicht gaan draaien. En dan zit die zo vast aan een paal. Dan kan ik daar een camera op doen. Dus dat is ook echt ideaal. Dus die kan ik overal vastgrijpen. Nou, ik zal er niet al te specifiek op ingaan. Want ik heb nog veel meer spul wat ik mee ga nemen. Maar dan heb je in ieder geval een beetje een idee dat ik dat allemaal bij elkaar ga gooien in een tas. Net zoals deze tas. Dit is speciaal voor mijn drone. Dus hier zit mijn drone in. Nou, ik denk dat het helemaal goed gaat komen, dames en heren. Ik ga eventjes het een en ander installeren. Ik ga even kijken hoe deze precies werkt. Of dat veel verschilt met het vorige model. Ja, dit zijn allemaal van die dingetjes die ik normaal gesproken doe buiten de vlog om. En laat ik dat verder niet zien. Maar ik dacht misschien is het wel een keertje leuker om aan jullie te vertellen dat dit hoort er ook allemaal bij. Nieuwe spulletjes testen. Kijken of het goed werkt. Werkt het net zoals de vorige? Wat is er verbeterd? Kan ik dat gebruiken? En wat moet ik allemaal meenemen? Vergeet ik niet iets? Nou, ga zo maar door. Ziet er wel heel nice uit deze. Kijk, dat is altijd chill. Dat je iets bestelt en dat het gewoon al batterij heeft. Dit is trouwens ook een hele goeie om niet te vergeten. Een stekkerblok, dames en heren. En als je ooit naar Engeland gaat, zorg dan dat je een andere hebt dan de Europese. Maar dit is wel echt heel erg nice, een stekkerblok. Want ik heb gewoon veel dingen om op te laden. En normaal vergeet ik deze wel eens, dus ik ben blij dat ik hem nu al heb. En er is trouwens altijd iets wat je vergeet. Altijd. Wat het nu gaat zijn voor mij, ik heb geen idee. Komen we vanzelf achter. Ik ben nog niet helemaal klaar, maar we gaan straks weer verder. Eerst eventjes lekker eten en het ruikt zo ongelooflijk lekker. Ja, dat kan ook niet anders. Dat kan ook niet anders. Oh, let's go! Let's go! Wauw, hoe fijn is dit? Ja, dit zit meer in. Oh, lekker. We hebben hier, dames en heren, pasta van gisteren. Ziet er zo goed uit. Eergisteren. Eergisteren, oké.
En we hebben hier een pizza die we gaan delen. Ja, Italiaanse avond hoor. Ja, zoals heel erg vaak. Ja. Met een stukje mozzarella ook zie ik hier. Ja, want die gaat deze week over datum. Ik dacht, die kan hier wel bij. Tuurlijk, die gaan we gewoon erbij opeten. Ja. Nice, schat. Hype. Hype in de chat. Hype in de chat. Let's go. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Niet zo creamy, joh. Lekker. Ja, is hij goed warm? Oké, voor deze keer heb ik ook echt een zieke setup. En ik weet nu hoe deze camera werkt. Verschilt niet zo heel veel met die vorige. En ja, ik heb voor de rest alles al in de auto geïnstalleerd. Dus dat is echt super nice. Hoppa. Even checken hoor. Ik heb hier sowieso een camera hangen om de voorkant te filmen. En dan heb ik hier, kijk eens even. Deze ga ik dan hier opdraaien. Dit is wel echt een heel sick shot. Ik heb het al even getest. En dit shot is echt... echt insane. Dus dit wordt heel erg nice. Maar dat ga je niet in deze vlog zien, maar dat wordt sowieso weergegeven in de vlog van morgen. Oké, dames en heren. Ik ben op zoek naar iemand. Het is koud buiten. Jasje dicht. Yes! Yes, baby! Damn! Yes! Hij is er! Damn, bro. Ik dacht, bijna... Damn. Dat niet meer dan eigenlijk. Nee, dat dacht ik ook. But I'm here. Yes. I made it. Crazy, crazy. Yes! Wow, dit is wel echt sick. Ik had het echt niet verwacht. Ik ook niet. Ik ook niet. En iedereen zei, je gaat toch niet. Je kan niet. En ik zei, jawel. Ik vind het jammer dat ik jullie niet kan tonen waar hieronder zit. Ja. Het is niet nice. Het is, oké. Dus ik heb een foto gezien. Die had je gestuurd via app, maar... Het is een sterretje. Het is zo raar. Het is... Ja, je ziet ook wel flink wat bloed erop zitten. Crazy. En hier ook die schaaf van die. Ja. Dat is precies hoe we komen. Het ziet er wel gangster uit. Daarom. Ik heb super veel zin. Oké, je hebt goede spullen bij je. Ja. Eigen snowboard, eigen helm. Yes. Goede bag met thermokleding ook. Ik heb alles mee. Alles. Let's go. En een crazy baggy snowboard broek, maar daar ben ik nog hyped. Oh, nice. Ik ben benieuwd. Nou, yes. Laten we die shit naar binnen halen. Sir, yes, sir. En ik ben echt super blij dat het alsnog gelukt is. Laat me je helpen. Want dit was wel echt even een serieus kantje boord allemaal. Deze man die verzint het gewoon om serieus een dag voor windsport te gaan duiken op een plek waar dit bordje stond. Ja, het staat in elk zwembad toch? Het mag nooit. Er staat altijd één die mag duiken, maar toch doe je het. Want deze was echt laag. Ja. Een meter of zo. Ik ben gewoon head down. Gewoon echt met mijn hoofd eerst. Gewoon recht in de grond gaan. Crazy, crazy. Oh my god. Echt niet normaal. Echt niet normaal. Damn, man. Wat lamp. Ja, ziek hè. Want jij kijkt daar heel de tijd in. Ja, maar bro, check de wintertijd. Weet je hoe donker het is? Ja. En nu ga je meemaken hoe het leven van een vlog is. Ja, nee, ik zou het. En weet je wat ziek is? Ik heb gewoon in deze vlog heb ik gewoon, en dat vind ik echt bizar. Ik heb gewoon twee mensen in de vlog zitten die gewoon, ja, van die andere, van de vrouwelijke weet ik niet trouwens of ze fan was vroeger, dat weet ik niet. Maar ze deed wel mee met de winactie, dus ben je wel een fan, denk je wel? Is ook gewoon. Nee. Ik wel. Ja. Nathan wel gewonnen. Zij niet. Ik had nooit gereageerd op haar. Bij jou wel. De eerste gast is er. Ik leef nog. Ik ben 24 uur in Londen geweest. Mijn vrienden zijn met de fiets gevallen. Iedereen heeft iets slaan meegemaakt. Ik denk als we langer dan 24 uur in Londen geweest waren, dat die ons echt in een koffer gewoon terug kunnen meenemen. Ja, drop je shit gewoon. Een vette bag trouwens. Is dit het enige wat je mee hebt? Nee, ik heb nog een koffer. Ja, deze koffer alleen nog, maar dat zit. Maar ik heb één iets. Kut, heel mijn snowboard is nog gewaxt. Ik heb nog geen tijd gehad om... Dus ik ga nog moeten scharen in Oostenrijk morgen en al die... Maar hoezo, als hij gewaxt is, is het gewoon cool, toch? Nee, je moet ik wist het ook niet. Ik heb het ook voor de eerste keer zelf gedaan. Je moet hem waxen met een strijkijzer. Ja. Die shit erover smelten. En dan laat je dat je erin trekken. Dan scharaap je het allemaal weer van. Ah. Dan is je bord gewaxt. Oké, nooit geweten. Nee, ik ook niet. Bij deze crazy. Ja. Ik heb al veel. Ik ben zo excited om die kleren aan te doen. Ja, als ik zeg maar te druk word in de vlog, dan komt het sowieso door de hype, nee, man. Nee, jawel, sowieso. En als er wat fout gaat, komt het sowieso door deze hype, man. Dan heb ik nu een plakker ook en bloed. En we gaan
proberen om zeg maar dit gezicht niet bij mij te krijgen. Maar we kunnen niks beloven, we gaan het meemaken. Maar damn, ik ben wel echt super excited. Ik heb er heel erg veel zin in. En wat nu een beetje de planning is, we gaan nu gewoon even chillen. Ik doe de camera weg, we gaan straks namelijk ook al slapen. Dus voor nu wil ik het hierbij laten. Nathan blijft hier slapen. Lars die rijdt naar Pim toe, die haalt Pim op. En dan komen ze hierheen. En Jelmer die komt om 4:45 hier voor de deur. Dan gaan we alle spullen overzetten. Dan komt Bas, die komt hier ook nog heen. Die blijft op het huis passen. Shoutout naar Bas, maar daar krijgen we wel een filmpje van te zien. Shoutout naar Bas, man. Yes, daar krijgen we wel een filmpje van te zien. Zoals ik al zei, hype man, ik zeg shout-out, hij zegt shout-out. En ja, dat is het. Dus we gaan nu gewoon eventjes een beetje layback, een uurtje chillen en dan serieus slapen. En ik denk dat ik als eerste ga rijden, tenminste daar had ik me al voorgenomen. Dus ik ga... Nathan gaat rijden. Ik heb geen rijbewijs. Dus ja, ik ga lekker slapen over een uurtje. En dan heb ik nog 4 uur slaap hopelijk. En dat is prima. Dat is genoeg. Dat is oké. En dan wisselen af en dan slapen eens een keer. We nemen eigen kussens mee. Let's go. Dus dat is nice. Oké, bedankt allemaal voor het kijken. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet niet even een duimpje omhoog te doen. Voor de mensen die nu gewoon echt helemaal hyped zijn. Omdat Nathan er nu ook bij is. Net als de vlog van Brugge. Die is goed ontvangen. Die is super goed ontvangen. Heb je ook een appje gekregen van de burgemeester of zo? Nee, van, nee. Yo, lijp dat je rondleiding gaf in de stad. Jij wel. Heb jij een appje gekregen van de burgemeester? Ja, maar gebeld is, hè? Nee. Ik krijg niks van herkenning. Oh. Ik heb super goed ontvangen. En ik zag allemaal TikToks dat sinds die vlog die kledingstijl beter hoort. Ja. 100% heb ik een hapje van de stijl genomen van Nathan. Deze 100%. Week meer, man. Ik heb heel mijn koffer zit vol met hike shit. We gaan het meemaken. Bedankt allemaal voor het kijken. Ik check jullie heel graag morgen bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. Vergeet niet even dat duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace.